Hallo serpentjes, ik ben Rick van Serpent Gameplay en welkom bij een nieuwe aflevering van Poepoe de Reis door de Tijd. De erg, mega, super oplettende kijkers valt één ding op. Deze gast kijkt veel te blij. En ten tweede, ik ben de rekenmachine kwijt. De vorige aflevering eindigde met broodtrommel en rekenmachine. Het zit zo, je kan deze game niet opslaan. Ik had geen zin meer om op te nemen en dan moet je ook niet opnemen, krijg je geen leuke video. Ik wou dus eigenlijk de volgende dag verder gaan. Ik ga niet mijn pc de hele dag aan laten staan. Red de planeet. Dus moet je het spel net zo lang resetten tot alle spullen op dezelfde plek liggen. Aangezien er 4 spullen zijn die allemaal op 2 verschillende plekken kunnen liggen, zijn er heel veel combinaties mogelijk. Kun je heel vaak gaan resetten. Dus ik had een beter plan. Ik dacht, weet je wat, ik pak gewoon de broodtrommel weer. Lag op dezelfde plek. En dan zoeken we die rekenmachine gewoon maar weer. Komt helemaal goed. We waren hier gebleven bij deze gast. En nu kunnen we zo tjoeken, 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 tjoeken. Waar moet die oude Toby je nu naartoe brengen? Ten eerste, Toby, ik ben geen cowboy. Ik ben een auto die reist door de tijd. We gaan naar Goudbeek. Volgende halte, Goudbeek. Volgende halte, Goudbeek. Fuck ja, yeah, man. Deze gast is echt raar. De lijpste gast van de dag. Je spaken jeuken? Je spaken jeuken? Nee, en ik was er nogthans bijna zeker van. Fuck u deze gast. Hij is goud aan het zoeken natuurlijk. Ah, hoe gaat het ermee, jongen? Nou, lekker hoor. Let maar niet op mij. Ik ben goud aan het zoeken. Wow. Ik merk het. Kun je echt goud vinden in die rivier? Wat zeg je? Of ik dit hier doe voor mijn plezier? Nee, sowieso. Hoor. Er zijn wel leukere dingen dan de hele dag met een pannetje. Dit lijkt me echt leuk. Het heeft wel wat, maar met een pannetje neem in de beek. Dat maar van mij aan. Ik heb zo het gevoel dat hij gaat zoeken in snart. Lang gesprek, hij geeft je sleutels. Echt, hoor, ik ga dit gesprek niet uithoren. Ik denk dat ik uiteindelijk doodverveeld ben. We gaan naar woestijn. Heet en kurk droog. De woestijn. Gloeiend heet en kurkje droog. Waarschijnlijk kunnen we hier namelijk pep vinden. Dan moet je doen van wow. Sporen van dieren. Ik vraag me af waar die naartoe gaan. Nou, deze gaat naar pep. Deze gaat naar pep. What the fuck? Steen? What the wat is dit? Wauw. Oké, inderdaad, we kunnen gewoon niet pep sporen volgen. En dan gewoon een beetje ronddraaien en lachen. We volgen deze. Kijk even wat voor leuk beest we uitkomen. Zo, ik ben het nu kwijt. Ik volg gewoon willekeurig spoor. Ik kom vast wel ergens uit. Vinden we per ongeluk die kuthond? Dat zou balen zijn. Oh nee, ik ben weer bij het begin. We volgen nu wel het spoor van die hond. Die andere vogels boeien me weinig. Er is ergens een kraai en er is ergens nog een leeuw volgens mij. I don't know. Gewoon de voetsporen van Pep volgen. Dit is niet Pep. Wie lopen nog aan toe? Een echte puma. Ja, is geen goed iets. Of wel dan? Pep is hier trouwens niet altijd, je lieve, lieve hond. Het lijken toch echt hondenvoetafdrukken, maar hey, don't blame me. Misschien zijn dit wel hondenvoetafdrukken en is Pep eigenlijk gewoon een soort kraai. Het kan. Het kan de beste hond overkomen dat hij eigenlijk een kraai is, dus hey. Even kijken, we volgen nog steeds de kraaienvoetjes. Die gaan deze kant op. En deze kant op. En deze kant op. En ook deze kant op. En dat is... Dat is een gordeldier. Een gordeldier. Dat ziet er wel lief uit voor iemand met zo'n harde panzer, hoor. Ik zie er ook lief uit voor iemand met zo'n harde gordeldier dingen. Even kijken, misschien lopen we nu de verkeerde kant op voor dit vogelspoor. Moet je die remkoekoek zien? En wat? De staart van een remkoekoek kan erg lang worden. Een remkoekoek? Wat is dat nou weer, man? Je weet niet waar je het over hebt. Zijn er nog meer sporen te volgen? Nee, hè? Ik denk dat Pep gewoon niet in de woestijn zit. Fuck jou, Pep. Ik ga weg hier. Nou, tot nu toe. Zijn we en de rekenmachine kwijt. En ik heb geen idee wat ik moet doen met mijn leven. Oh, hier is de rekenmachine. En dan moet je erop klikken en dan... Oh my god! Rekenmachientje. Hé, vriendje. Kun je dat eventjes naar beneden gooien, alsjeblieft? Dat is nee. Hè? Oké, logica dit. Dit is echt logica. Ik hou ook gewoon mijn middelvinger omhoog. Oh, hij wilde ook echt helpen. Jee, mijn gast. Zo help je toen niet. Die trein... Ook helemaal blij zijn. Ja, ik krijg die kist nooit meer open, godverdomme. Ja, ik heb nog nooit een trein gezien die zoveel ecstasy op heeft als deze trein. En dat mag, in dit land, van mij. Laten we even kijken. Welke sleutel zou ik nu nemen? Nou, probeer deze maar gewoon. Oh, in één keer goed. Bam, bam, bam.
Yay, rekenmachine terug. Nou, het heeft ons 5 minuten geduurd en we zijn nu waar we de vorige aflevering ook waren. Iedereen, we gaan naar de oude mijnen. Voor de oude mijn. Hopelijk vinden we daar Pep, anders heb ik geen idee waar die bitch is. Wat de fuck moet je hier doen? Echt hoor, wat kun je hier iets doen? Is hier iets te doen? Of kun je gewoon alleen maar zo kijken van, oeh, oude mijn? Wat oud. Oké, nou, hier is Pep niet in ieder geval. Gaan we toch weg? Dankjewel voor de rekenmachine die ik eigenlijk al had. Ja, we moeten dan naar de middeleeuwen. En nou, hoor dan 2 dingen te zijn, denk ik. Gok ik? Hé, sprokje, sprokkelding. Ik weet niet of we dit de vorige aflevering ook al gedaan hadden. Volgens mij niet. Kan ik jullie misschien helpen? Wauw, wat ben jij een blitse koets, hè? Dankjewel. Ik ben in feite geen koets. Ik ben een auto. En ik kom uit de toekomst. Ik ben Poetpoet. Trippy shit. Poetpoet. Ik ben prinses Chassis. En dit is mijn trouwe dienaar en mijn beste vriendje Sprokkel. We waren in het bos om hout te sprokkelen. Mooi verhaal dit. Van de smid. Toen er plots een hevig onweer opstak. Dus wilden we ons terug naar huis haasten. En toen ben ik persoonlijk over een bobbel gestruikeld. En daarbij is mijn wiel afgebroken midden op de weg. Nou, misschien kan ik jullie helpen om dat wiel weer op zijn plaats te Sprokkel zit ook echt... Sprokkel zit ook echt gewoon een paar meter van het kasteel af. Zo van, kom op man. Van een vierkantje even hulp halen of zo? Okay, nou, whatever. Ik heb een plan. Jij hebt je vriendje Sprokkel op, terwijl ik het wiel probeer te monteren. Dit is ook echt totaal niet moeilijk. Het zou genoegen zijn. Geen super ingewikkelde montatie of zo. Je hoeft alleen maar het wieltje er weer op te zetten. Ik ben blij. Ik ben jullie persoonlijk voor eeuwig en 3 dagen dankbaar. Voor eeuwig en 3 dagen. Oké, Sprokkel. Ik snel terug naar het kasteel. Mijn vader, koning Koets, verwacht me voor het verteluurtje. En ik moet persoonlijk het hout voor het vuur naar de smid brengen. Misschien zien we je later nog, Poetpoet. Oh ja, daarom heet natuurlijk Sprokkel. Want hij heeft sprokkelhout. Wat geniaal. Nobelprijsje voor alles. Nou, mooie muziek. Yay! Het voelt alsof ik in de Efteling ben nu. Natuurlijk is dit allemaal roestig en heb ik heel toevallig deze shit bij mij. Wat een machtig kasteel. Ja, inderdaad. Alleen is de poort vastgeroest door de regen. Oh, ik denk nee. Ik denk dat we iets moeten vinden om ze los te maken. Ik denk dat ik wel iets geschikt heb. Hiermee zal ik de poort wel kunnen openmaken. Jij wel, Poet. Jij wel. Net alsof je de mayonaise op doet. Dat kan. Je kan ook mayonaise op de poort doen. Of het handig is, is een ander verhaal. Bloep. Prachtig. Magische mayonaise. Yay! 1000 keer bedankt, Poetpoet. Ik ben vast nog op tijd voor het verteluurtje van mijn vader. Yay! Later, bitches. We gaan naar binnen. Naar het verteluurtje. Of niet. Het zou kunnen dat Pep hier is. Hier is hij soms aan het chillen. Ook niet. Waar is die kuthond? Wauw. Dit moet een of andere leuk spelletje zijn. Oké. Laten we wat met die ballonnen spelen. Dit is leuk hoor, dames en heren. Ik weet niet eens wat dit spelletje precies is. Kunnen we die vogels mee wegjagen? Je moet me gewoon tonen waar ik de ballonnen moet loslaten. Oh. Als je het spel moet verlaten. Wat doe ik? Wat gebeurt er? Oké. Moet ik hier een ballon loslaten? Oh shit! Oh my god, wat een goed spelletje! Ik ga weg, doei! Helemaal geen zin hierin. En wat is hier allemaal te doen? Nee, ook niet echt het gevoel dat ze hier spullen hebben die je kan gebruiken. Misschien hier dan. Waar de fuck zijn de spullen die ik nodig heb om dit spel uit te spelen? Nee, niks zeggen. Ah ja. Jij komt zeker uit de toekomst. Wow! Jij bent niet de eerste bezoeker uit de toekomst die ik ontmoet hoor. Mijn naam is Merlijn. Hallo Merlijn. Tovenaar? Wauw. Jij komt naar hier gereisd uit de toekomst. Jij komt hier. Je komt hier in de Sittard. Elke reiziger ben jij naar iets op zoek. Dat klopt. Wel, mijn kleine vriend. Ik denk dat je alles zult vinden wat je zoekt. Ik hoop maar dat u gelijk hebt, Merlijn. Ja, wat de fuck moet ik zoeken dan? Ik moet nog een stuk huiswerk. En ik moet nog mijn hond. Die wil ik ook wel terug eigenlijk.
Hallo. Wees welkom, vreemdeling. Wie bent u, heer? Ik ben Poetpoet. En ik ben koning Koets. U komt net op tijd, heer, voor een prachtig verhaal. Gaat hij mijn huiswerk voorlezen? Koning Koets, maar ik denk dat prachtige verhaal dat u daar hebt, dat dat mijn geschiedenistoets is. Ik zou het mee naar huis moeten nemen. Maar wat moet ik dan aan de kinderen van mijn koninkrijk voorlezen? Ja, what the fuck, Poetpoet? Egoïst. Heel erg teleurgesteld zijn als hun verteluurtje zou wegvallen, hoor. Misschien kunt u het dan eerst voorlezen en het daarna aan mij geven. Geniaal. Nee, maar ik vind het zo interessant dat ik het wel elke dag zou kunnen lezen. Nou, dan kan ik u misschien een ander verhaaltje brengen. Dan kunt u dat aan de kinderen voorlezen. Oh, nee. Schitterend idee. Misschien kun jij me een verhaaltje bezorgen over... Eens kijken. Een verhaaltje over een varken. Er was eens een varken. Wat een dik varken zeg. Obesitas. Einde. Oké. Een verhaaltje is geen probleem. Want in de toekomst hebben ze een bibliotheek. Vol verhaaltjes over varkens. Excuseer, ik ben Poetpoet. Ik kom uit het verleden en ik ben op zoek naar een boek. Ai. Jij komt inderdaad uit het verleden, hè? Tegenwoordig kun je alle boeken vinden op onze computer. Dat kan nu ook al. Als je hebt wat je zoekt, dan druk ik een kopietje voor je af. Trouwens, dat dan weer niet. Ik ben Freek. Freek van de bibliotheek. Dankjewel, Freek. 10 van de 10 voor je naam, Freek. Oké, dit zou wel tof zijn. Dit hebben wij denk ik over een paar jaar denk ik ook wel. Ja, dat je gewoon... Ik vind persoonlijk een fysiek boek veel fijner om te hebben. En soms heb je nu serieus gewoon boeken die als e-book duurder zijn dan fysiek boek. Ik wil gewoon een printer thuis hebben dat ik zeg e-book, bam, print. En dat er gewoon drrr in één keer pam, zo het hele boek eruit komt. Je kan natuurlijk al een e-book downloaden. En dan zelf even in de bladzijde printen en ze aan elkaar nieten. Maar dat is gewoon kut. Oké, het varken. Het grote varken had honger. Het at 3 roze petunia's, zijn vriendje en hond at de restjes op. Wat een mooi verhaal. Held. De lamantijn heeft de t-shirts teruggevonden. Nu zijn de honden erg blij. Gooien ze van de pret met confetti? Wauw. De konijnen huilden toen hun instrument in vissen veranderden. Maar ze lachten toen het publiek veranderde in schildpadden. Oké. Ken je de woorden? Nee, ik wil die niet. Ah, mijn leven. Ze beginnen ook meteen met een boek dat ik nodig heb. Zo van, oké. De speeltuin. Kijk, die aap valt van de klimberg en verliest zijn schoenen. Hopelijk landt hij in die bergzaagsel en breekt hij niet zijn nek. Dat is wel een goeie. De leeuw jongleert met een watermeloen en een stuk kaas. Ondertussen balanceert hij met een ventilator op zijn hoofd. Mooi verhaal. Wat zijn dit voor verhalen? Wat is zwaarder, een kilo lood of een kilo veren? Loesje schrijft het antwoord op met een pen. Dit is echt zo'n vraag waar ik vroeger in trapte van wow, maar het is allebei een kilo, dus what? De beer kamt zijn haar met een haarborstel. Hij poetst zijn tanden met een tandenborstel. Daarna wast hij zijn handen met poep. Dus ja, element of surprise ofzo. De olifant. Je kan ze nog paalsen en zo als je dit graag wil. Pajama Sam! Sam ligt lekker te slapen in zijn bed. Onder warme dekens. Hij droomt dat zijn sokken footsie zijn. Lol, kleine easter egg. Ik heb deze boeken nog nooit eerder gezien. Dus daarom vond ik het zelf ook nog wel interessant. Het varken dan maar. Bats. Pardon, Freek. Wil je een boek voor me maken? Uiteraard, Poetpoet. Welk boek zou je willen? Het verhaaltje over een varken. 50 Shades of Grey, Freek. Komt eraan. Wow. Beste lezer. Wat ga je met boek teleporteren dan, vriend? Oké, dan. Nou, dan brengen we dat boekje weer... Ik moet niezen! Oh nee, ik voel het opkomen als plas in mijn blaas. Oh man! Dat voelt echt niet fijn, hele keel helemaal kapot en zo. Ah. Oké, hier is je verhaal in ieder geval. Koning Koets, die hier uw verhalen moet. En dan hier, heer Poetpoet, uw geschiedenistoets. Alsjeblieft. Dankjewel. Bedankt, koning. Nu moet ik alleen nog Pep zien te vinden. Inderdaad. Voor mij is het een beetje een probleem, want ik heb dus geen idee waar Pep is. De enige tijdperk waar we nog geen ding hebben gevonden is het verleden. Dus ik gok dat Pep in het verleden is. Dat we daar even lekker heen gaan. Oh, hij is daar zo! Ik had expres namelijk toen de game opnieuw opstart die vieze man zijn rug niet gemasseerd. Nu moeten we het nog een keer doen. Verdomme.
Maar dat maakt niet uit. En nu een klein beetje... Klein beetje naar rechts, ja, ja, ja. Oh. Oh. Een tikkeltje naar boven. Waarom doe je alle kanten op terwijl je naar boven bedoelt? Ah. Een beetje naar boven. Dat is niet... Ja. Is dat hem? Een tikkeltje naar boven. Oké, doe dan niet naar rechts als je naar boven bedoelt. Ja. Een beetje naar rechts. God, dit duurt te lang, man. Nog een beetje meer naar... Wat nu dan? Ja, ja oké, gelukkig gevonden. Oh, je mag over mijn rug heen als je wil. Blablabla. Hier is Peppy. Peppy, het hondje. Peppy, het hondje. Trouwens, voordat we naar Pep gaan, moet ik nog iets belangrijks doen. Alle dino's nog aan toe. Dat is Pep. Hij zit in het nest van een pterodactylus. Nou, dat kan wel hoor. Oké, dit was wel schattig. Ik ben hier om je te redden. Wat ik eerst nog moest doen van iemand. Dit is belangrijk. Ik heb het nog nooit eerder gedaan namelijk. Druk op alle vier de dingen die tijd aangeven, zei die persoon. Oh. Komt gewoon een liedje? Kijk maar eens rond op de tijd continu. Hoe het hier altijd gaat. 1, 2, 3, 4. De rok gaat open als je draait aan de klok. Daar zul je Pep zien. En ook mijn huis wel? Nee! Jammer van al je spullen, maar je vindt ze wel terug. En zeker ook vlug. Daar kijk je van op, want de tijd zegt nooit stop. Want hij gaat altijd door. Gaat altijd door? Gaat altijd door. In de Far West en in een kasteel. Ook bij de dino's. En in wat nog komen moet. Als je terugkeert, heb jij veel geleerd. Attentie, attentie, vernieuw de conventies. In de nieuwe dimensies. Je kijkt niet meer op, je weet de tijd zegt nooit stop. Want hij gaat altijd door het jaar. Nou, dat had ik niet verwacht. Cool. Oké, we gaan Pep redden. Dankjewel persoon die die tip gaf, want dat liedje kende ik oprecht niet. Dat is best cool. Even kijken. Ik denk dat we Pep gewoon mogen pakken, maar dat weet ik niet zeker. Moet je gewoon klikken? Hoe red ik Pep hier vandaan? Wat is de logica hiervan eigenlijk? Hallo moeder pterodactyl. Ik heb oprecht geen idee hoe dit moet. Dus ik ga je bedanken voor het kijken van deze aflevering. Volgende aflevering meer poepoet reis door de tijd. Het zal waarschijnlijk niet een hele lange aflevering zijn. Want we moeten alleen maar Pep redden. Maar ik heb eventjes jullie geniale comments nodig. Met geniale genialiteiten. En dan zou ik die gebruiken. En dan doen we de volgende aflevering vast nog wel iets gezelligs. Om de tijd een beetje te vullen. En dan bedank jullie nu voor het kijken van deze aflevering. Volgende aflevering. Meer poepoet reis door de tijd. Dankjewel voor het kijken. Hopelijk vond je hem leuk. Hopelijk ga ik niet dood tijdens het uploaden. Want dan komt deze video niet online. Dankjewel voor het kijken. Doei!